Yo, what up mensen, leuk dat jullie weer te kijken bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien kunnen zien, ik ben een beetje moe. Ja, dat komt eigenlijk puur om het feit dat ik heb gisteren gewerkt, best wel lang, tot 6 uur volgens mij, 5 uur in de middag. En ik was 8 uur begonnen ofzo. Toen kreeg ik te horen dat ik dus om 2:15 weer mijn nest uit kon. Omdat ik nog even voor mijn werk even 1300 kilometer moest rijden. Dus daar kom ik net van terug. Dus ik heb de dag ervoor gewerkt, de nacht erna gewerkt tot met de middag nu. Ik heb zo'n 3 uur klaar. Ik ben wat rustiger dan normaal, maar dat maakt niet uit. Ik kan nu niet slapen. Als ik dat nou doe, dan gaat mijn ritme eraan. Ik heb ook een andere camera die we zeker even gaan gebruiken. Dus ja, ik ga jullie laten zien wat ik ga doen en ik zal weer terug. Oké, jongens, dus de bedoeling is dat wij deze einddemper, dat we die er tussenuit gaan halen en er een performance aggressive einddemper onder gooien. Gelukkig heb ik al shots gemaakt met de vorige video, nieuw car, nieuwe auto, dus ja, die kan je even checken. En nu gaan we dus kijken hoe het nieuwe geluid gaat klinken. Ik heb al gezien dat het een beetje rommelig wordt en niet zo heel mooi. Dus ik moet even mijn tijd nemen, de auto opkrikken en wat ruimte maken. Dus laat ik het nou maar gewoon doen. Oké, jongens, we zitten nu in de auto. Hij staat eindelijk op de goede plek. Zorg dat hij in zijn P staat of bij een automaat in zijn 1. En zorg dat je handrem erop staat. Bij Amerikaanse staat een voetpedaal die hier zit. Zo. Hup. Kijk, nu zit hij daar beneden. En bij een normale handgeschakelde auto zit hij meestal hier. En die trek je dus omhoog. En dan heb je hem erop zitten. Oké, jongens. Dit gaat de tang worden. Die doe je om de pijp heen. Kies je een lengte. En dan knijp je hem samen. En dan ga je op en neer bewegen. Waardoor die heel rustig die mesjes zichzelf erin slijpen. Dit is de muffler. Zoals je ziet, hij is veel kleiner dan die andere. Vandaar heb ik ook 1 meter lang RVS stainless steel gehaald. Dus ik laat jullie alle merken zien. Want ik vind gewoon vet dat jullie het ook thuis zouden kunnen doen. Deze heb ik gekocht. Normaal zijn ze 60 euro of zo. Maar deze is voor mij 20 euro bij HBM machines. Jullie weten dat ik er vaak bestel. Het is gewoon goedkoop, jongens. En waardoor als je gewoon een beetje normaal doet met het gereedschap, dan gaat het ook lang mee. Bijvoorbeeld als ik deze ga gebruiken, moet je eerst even een beetje die dingetjes invetten. Weet je wel, dat het wat soepeler gaat, weet je wel, dat het gewoon goed blijft. Deze heb ik van JMT Tuning High Quality Exhaust Parts. Dus ja, wat wil ik erover zeggen? Ik merk wel dat het heel erg in de olie zit. Dus misschien even schoonmaken nog. Deze heb ik van CarID gekocht. Dat is een bedrijf die doet wel een internationaal shipping. Kostte 70 euro. $80 eigenlijk. En de verzendkosten was ook $80. Dus daar moet je even rekening mee houden. Amerikaans, gewoon Amerikaans helaas. En aan de deur mocht ik ook nog 26 euro betalen. Waar dat vandaan kwam, geen idee. Maar ik krijg wel vette stickers. En als iemand van stickers houdt, ben ik het wel. Yeah, kijk dan maar. Oeh, yeah. Dus dit is de inlet. Onthoud hem even. Dit is de outlet. Dan gaan we hem zo meteen ook even opkrikken aan deze grote massieve balken. En zoals je kan zien, hier is de inlet. Alleen de ruimte is super beperkt. Dus daar moet ik heel veel mee opletten. Want hij moet wel ik moet hem wel proberen recht eraf te krijgen. Dus ja, that's gonna be a thing. En ja, voor de rest ga ik de andere kant echt heel makkelijk, gelukkig, zoals je kan zien. Dus ja, we gaan maar kijken hoe het loopt. Oké, jongens, de auto is gelift, zoals je kan zien. Ik heb nog geen dingen eronder staan, bokjes. Komt nog allemaal. Maar even, jongens, ik weet niet hoe groot die 15-inch liftkit is. Ik heb het eigenlijk niet gemeten. Maar ja, 15 centimeter, logisch natuurlijk. Maar ik bedoel van, nu even kijken. Oh, kijk, hij heeft zelfs schade. Dat heb ik niet eens gezien, joh. Nou, vind je het gek dat ik dat niet zie? Nee. Ja. Ik ga hem eventjes vastzetten. Zorg dat hij zeker vast staat. Oké, jongens. Zoals jullie kunnen zien. De bokken staan eronder. Zoals je hier kan zien, het staat stevig. Zie je? Auto wiebelt wel, maar valt niet. Dus
vloog, zat hij natuurlijk beweegd. Aan de andere kant staat hij op de grond. Met de rubberen dikke banden. Dus ja, ik ga kijken hoe ik dit ga doen. En jullie gaan meekijken. Oké, jongens. Ik heb hier die tang even invetten. Ik gebruik in mijn geval bij de 40 even. Oké, jongens, en wat ik hier dan heb. Ik heb hier die tang. Dus ik ga gewoon even kijken hoe dat allemaal gaat. Ik heb geen idee. Ik heb dit nog nooit eerder gebruikt. Dus hetgene waar ik hem heb gekocht. Ja, ik denk dat het makkelijker is als je hem zo pakt ten eerste. In de buiten. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien, ik heb deze gebruikt. Hij is gewoon nog heel. Alleen waar ik achter kwam is. Dus als je iets ertussen doet. Laten we zeggen dit. Zo, beeld even in dat hij erin zit. Dan heb je dus hier bij de knijpkant pakt hij hem dus niet heel lekker. Dus ik ben er helemaal doorheen. Behalve dat mini stukje eronder. Dus die ga ik heel snel aan tippen met dit. Mits ik daarbij kom. Nou, niet echt. Metaalzaag. Zo, even krikkie eronder. Yes. Perfect. Nu door naar de voorkant. Yo, what up jongens. Ben ik weer. Zoals je ziet ben ik in mijn kamer. Het was een gedoe. Hij zit eronder, maar het zijn nog een paar kleine dingen. En ja, kijk hoe ik het heb gedaan. Ik heb gewoon op internet gekeken. Welke maat is standaard bij die auto. Ik wist dat hij van de eerste eigenaar was. Maar ik zag gewoon een beetje gefrummel, deze wel een beetje gelast. En ik dacht dat het volledige uitlaat 2,5 inch was. En blijkt dat einddemper, het eindstuk in ieder geval, geen 2,5 inch was. Dus ja, sommige dingen passen niet. Sommige dingen wel. De Flowmaster wil niet zo heel lekker blijven hangen. Maar dat laat ik jullie morgen zien. Dus ja, het is een overweging die je zelf moet maken natuurlijk. Ik bedoel, ik persoonlijk vind het fijn dat hij eraf kan. Ik heb hem nou opnieuw gemonteerd. Dus is iets dat de pijpen, ze waren hetzelfde, maar blijkbaar is er opeens een verandering ingekomen. Of ik moet hem misschien gewoon harder aandraaien met de hand. Maar ik ben bang dat ik het sloop, dus ik wil het niet te hard doen. En ja, we gaan gewoon even kijken hoe het afloopt. Dus geen haast. Ik spreek jullie morgen weer. Ik heb het al gehoord. Helaas kunnen jullie het niet horen. Nou ja, wel horen, maar het is donker, het slaapt, mensen slapen. Ik wil niet nog meer tot last zijn dan ik al ben in deze buurt. Dus, zelfde video, morgen krijgen jullie het horen. Dus fijne avond en middag, wanneer jullie kijken. Ik zie jullie zo. Yo, what up, mensen. Rev up your engines, let's go. Kijken, oh ja. Oh. Ja jongens, horen jullie dat? Dat geluid buiten. Ja, mijn motor was helemaal warm. Nou is die koud. Zoals jullie kunnen horen, mijn andere einddemper zit erop. We gaan er wel even heen. Is leuk om te laten zien en te horen. Moet je horen hoe luid die is.
jullie dat vet vonden. Ik heb voor de rest nog niet veel met de auto gedaan. Ik heb net de speaker video opgenomen. Als jullie die hebben gezien, wat jullie kunnen doen hier, even kijken. Daar, daarboven. Als je daar klikt, dan kan je die video even checken. En ja, toen ben ik meteen doorgegaan deze video op te nemen. En ja, ik ga even mijn deurpaneel er nog op zetten, want daar ben ik alsnog niet aan toegekomen. En dan ga ik misschien jullie straks nog even meenemen naar een plekje waar ik even weer over de auto heen kan rijden met de uitlaat. Dat was wel vette shotjes van de vorige video. Heb je die video gezien? Jack nieuwe car, voor mij vlog 54. Daar staat hij. Gaan we kijken. Dat is een leuke montage. Wordt niet in geluld, dus als je niet van lul houdt, dan moet je die kijken. En ja, dit is eigenlijk een follow-up of zo daarvan. Alleen dan wel met praten. Dus ja, we gaan gewoon even kijken. En we gaan kijken wat de dag ons gaat brengen. Oké, jongens. Even kijken, hoe staan jullie? Jullie staan zo. Ja, ik denk dat dat helemaal prachtig is. Ga ik jullie neerzetten. Dan kom ik er zo meteen over jullie heen rijden. Ja. Terugkwam, dus dat ik niet zo kwam, maar zo kwam. Dat was echt jammer, joh, want het scheelde. Ik had eigenlijk 10 meter terug moeten liggen en dan had je precies die 5000 toeren bij jullie gehad. Maar voor mij hoorden jullie hem ook net overschakelen, helaas. Maar ja, maakt niet uit, jongens. Maakt niet uit. Jullie hebben gehoord, de einddemper die doet zijn ding goed. Klinkt lekker. Dus ja, ik kan weinig klagen, jongens. Ik had 4x4 stand aan, omdat mijn blazer dat systeem wel werkt. Heel veel mensen werkt die gewoon niet, dat systeem. Dat is gewoon, ja, balen, snap ik. Maar ja, je kan het ook laten maken, weet je, als het niet werkt. Dus. Zo, nou, dan zou ik voor jullie nog één keer even een leuke van 0 naar 60 doen, jongens. Het zijn Amerikanen, die gaan helemaal niet zo heel snel, vlot. Dus ja. Nou, we gaan hoor. Papam. Gaan hier. Amerika. Oké, jongens, mooi genoeg geweest. Ik ga nu terug naar huis. Want ik heb nog wel wat leuke shotjes met de blazer die ik kom. Space Star die ik wil maken. Want die heeft heel lang in mijn. Echo, jongens. Echo America! Yeah! Nee, maar hoe heet het? Ik ga even naar huis. Ga ik even de Mitsubishi Space Star pakken. Want die heeft heel lang in mijn achtertuin gestaan. Met een kapotte uitlaat. En dan had ik weer een uitlaat besteld waarvan één afdekbout ontbrak. Dus toen kon ik niet starten. Dus die heb ik uiteindelijk weer. Uiteindelijk vond ik dus een oude temperatuursensor van mijn Honda nog. Van mijn Honda del Sol. En ik denk, nou ja, weet je wat? Het zou best kunnen, weet je wel. Dus ik denk, ik prop hem er even in om te kijken of die werkt. En hij paste gewoon.
Dus ja, dat was gewoon gratis opgelost, want ik had er echt veel problemen mee, want ik wist niet welke maat het was. En ja, je kan moeilijk naar een bout kijken die je helemaal nooit eerder hebt gezien en zeggen, oh, dat zou vast die maat zijn, weet je wel. Ja, zo werkt dat gewoon niet. Dus ja, ik ga even naar huis. En dan gaan we in de saaie Europese Space Star rijden. Ja, een familiewagen uit de 90's. Jak. Nou ga ik dit. Yeah! Woepoepoepoe! Oké, jongens, dus ik zie jullie zo. Ik denk niet dat het in deze video gaat komen. Als het goed is, is deze hele video voor geluid van mijn eindtemper. Dan heb ik een andere video. Ja, misschien doe ik dat geluid van mijn subwoofer hier wel bij. Ik moet even kijken. Maar in mijn hoofd zijn dit ongeveer 2 tot 3 video's. Ik heb er nog 1 thuis liggen. Dan ga ik jullie leren hoe jullie deurpanelen in je auto kunnen bevestigen en losmaken. Dus of die zal al online staan of niet ver van deze video vanaf. Dus ja, die kan je even kijken. Wat ik daar doorneem is gewoon hoe werkt het nou, weet je wel? Ik bedoel, ik heb zoveel vrienden van me die zitten van ja, ik wil mijn speakers wel upgraden. En dan proberen ze die grilletjes eraf te slopen. En dan komen ze erachter dat ze er niet eens af kunnen, die grillen. En nee, oh fuck, ja, dan moet opeens je hele deurpaneel eraf. Ja, dat is even andere koek, weet je. Dus ja, dus dat maak ik daar een beetje duidelijk in. Dus ja, het komt helemaal goed, jongens. Ik zie jullie zo. Ja, je schrok, hè? Je schrok, ouwe boef.